Yo allemaal, welkom allemaal bij deze gelukkig nieuwe video. Vandaag is het een small showcase van Barbecueblaster 22. Dit is de 935 Fortune Duality versie 1.0 FSC20. Het is blijkbaar een mod dat in 2019 gebruikt werd. Dat is over, omgebouwd is naar Farming 22. Ben echt wel blij om dat het een mod is dat overgeschakeld is. En het is een auto uit 1935. Dat je hier kan zien is een game. Mijn game aan het opstaan ondertussen. Dit is ondertussen een leuke auto. Ik gebruik deze mod ook voor in mijn roleplay series. Dus mocht je daar in ieder geval willen doorhebben. Of in principe iets geniaals. Mocht je de series willen volgen. Deze serie is nog niet online. Is wel al online. Deze serie is nog niet online wanneer deze video online komt. Want ik heb deze serie nog maar eerst opgenomen ofzo. Om mijn handen op te nemen. Dus ik kan nog niets verklappen hoe lang het zal zijn. Voor jullie is eerst, maar voor mij is overmorgen. Het is een beetje raar, want ik zijn vandaag twee video's achter elkaar dat ik aan het opnemen ben. Voor een paar dagen later op te nemen. En nu ook op dezelfde dagen. Dus is voor jullie, het is een beetje raar. Laten we eerst een beetje beginnen over de. Laten we eerst alles bekijken. De prijs is 125.000. Ja, 125, dus 12.500 is de prijs van de auto en game. Dan hebben we hier, ja, de 1953 Ford Truck Truly Official OK Use Mod Conversation. Broad Straight of the, dus, Broad Straight, dus, het komt van de Amerikaanse garages, Amerikaanse oké gebruikte mods. Hier is mijn 1935 Ford Duality Truck Conversation. Voertuig, features, zijn multiplayer, engine options, wachtbare features en functional lights. The tailgate, the tie downs, its color up snow cap and wheels. You also have the option to have faces or chrome radiator. This wasn't the most detailed model, but I think people will enjoy it. Aside from the horn, the wonderful sounds come from Sheriff Roberts 1949 Mercury speedometer bound form Benz Dutch Truck Edited. Dus het is een dat ze beschreven is oké, vind ik eigenlijk. Het is een leuke mod. Ik heb al wat getest en geboord. Ik heb al wat gereden mee. Ik heb wel wat dingen gedaan. Ik heb de affiche mod. Ik heb de affiche series. Dus ja, momenteel ben ik. Ja, de game is opgestart. Je hier kan zien, we hebben 62 miljoen euro. Ik heb hem net gezien, puur voor opname. Ja, laat ik heel eventjes een stuk lans kopen ofzo. Dit lans, jongens. Bij. Yes. En laat ik dan nog eventjes die trackers in die auto kopen. Oh. Hier heb je dan de Ford 1935. Het is een mod uit een auto uit de 1935. Wat hij hier kan kiezen. Deze. Ja, ik vind het wel leuk. Je kan hier uiteindelijk kiezen tussen een chrome radiator of een faces radiator. Ik heb het liefst in de chrome one. Het ziet er natuurlijk veel mooier uit en strakker uit. Vind ik toch. Hij is 12.500.
De motor wordt in ieder geval iedere keer 1000 euro per. Dus eigenlijk de Flat V8, Flat Heat V8 is eigenlijk de basis. Waarmee dat je automatisch mee komt. Dan heb je ook natuurlijk nog de Flat Heat V8 Rebuild. Dat is ja, geen idee, maar daar komt er 100 pk bij normale. Dan heb je daar ongeveer 1000 euro meer voor moeten betalen. Voor. Je kan hier ook een license plate, wat eigenlijk in de C-serie niet heb toegevoegd. Dus dat heb ik dan nog een keer aan moeten doen. In een verhaal brengen of zo, dat we tegenhouden door politie of zo, weet ik veel wat. Oh, ik heb verhalen beloofd om die nummerplaat, zodat we die nummerplaat kunnen laten toevoegen. En dan heb je verschillende kleuren. Alle kleuren die hier zo komen, vind ik echt wel mooi. En je hebt hier de Valtra, de glas. Dit is echt wel de mooie. Ik heb deze op mijn auto staan. In de Robin Server, in de roleplay series, maar meer niet echt. Ik ben echt veel te veel afgeklapt. Ik ben zo enthousiast over die roleplay serie. Ja, sorry daarvoor, maar ik ben echt te enthousiast over de series. En zeker omdat die mod een echt goede mod is. Qua geluid ook perfect goed. Ik ga heel eventjes deze erop zetten als wiel. Dan heb je nog de Fourth Grade Motor. Komt daar alweer 200 pk meer op dan de standaard. En moet je 3200 meer euro betalen aan options. Het is een dure motor, inderdaad. Maar voor mij, voor die auto en voor de kwaliteit van de mod en van de auto zelf, vooral, is het wel waard, vind ik, die 3200 euro. En dan heb ik hier nog de Hawking V8. En daar komt er zeker nog een 300 pk meer bij. Moet je 500 euro's meer betalen dan eigenlijk standaard motor. En daarna heb je dan weer alle motors, hebben we het dan gehad. En voor de Roam en Painted Radiator moet je niet dubbel betalen. Ik vind dat die Roam Radiator best past bij de Roam Paints. Roam Radiator eigenlijk niet zo goed is was. Ik vind dat dit er wel beter bij past bij die paint. Dat het bij elkaar past. En dan gaan we dat weer kopen en eerst kijken hoe dat die reed. In principe, ik vind wel, kijk die deur, ik vind wel goed dat die deuren, dus echt wel goed gedaan. Ga heel eventjes examen passen. Oh, dat opdrachtgeluid. Oh, dat opdrachtgeluid. Oh, ik heb het leukste nog niet laten horen, jongens. Let op, dit doet er. Oh, zalige toeter. Zalige toeter en een zalige auto om mee te rijden. Laten we even een toeter gaan mee rijden, jongen. Oh my god, een zalige auto om mee te rijden. Het jammere aan de auto is, er zit geen fik in. Dat is het eerste jammere. Dus ja. Waarschijnlijk gaan we over die fik leggen, waarschijnlijk wel veel deuren in de officierie. Dat gebeurt wel. Jullie, ik heb veel te verstand van die F4-series. Ik ben er zo enthousiast over, sorry. Ik wil echt niet te veel verklappen, maar komt veel, ja, ik sta naar mezelf om te verklappen, dus sorry daarvoor. Maar in principe, als je de serie zelf wilt zien, abonneer dan zeker en dan kan belletje zeker aan dat je de F4-series zeker niet mist. En in principe, je rijdt goed. Alleen qua optrekken is die minder. Ik kan 120 km per uur en qua optrekken. Hij gaat niet rap naar die 120. Ik moet alleen al naar 60 versnellingen gaan. Om hem echt naar die 120 te krijgen. En hij gaat niet sneller dan in de 70.
Hij gaat eigenlijk niet sneller dan dit ofzo. Heel eventjes richting de snelweg heen. We zijn er daar is hij. In Irak. Wel jammer van die nogmaals jammer van die knipperlichten dat die er niet op zitten. Maar je moet ook kijken, dit is een model uit 1935. Een auto uit 1935. En dus je moet dan niet echt veel gaan verwachten qua moderne uitrusting. Kijk, dit gaat nog geen. Er zit nog geen hordels in, dus er zit nog geen seatbelts in. Dat heb ik ook goed leuk gedaan. Ik heb echt heel veel dingen doen. Ik heb veel ideeën met deze auto om met de op die dingen te doen, jongens. Ik heb echt heel veel ideeën. Ik heb echt zoveel ideeën in mijn hoofd om te doen. Niet normaal. Die reflect, dat reflecteert ook. Perfect. Reflectie, oh, mooi. Perfecte auto. Ik kan echt zoveel mee van genieten. Jordan kan hier ook heel veel van genieten. Ik dacht in Jordan dat ik eigenlijk die auto als ik cruise control kan proberen richting die 120 km per uur te gaan. Het staat op dat die 120 kan, maar ik heb er nog nooit sneller dan 70 gehaald. Ik ga richting de 80 momenteel. Ik ga niet rapper dan 99 en ik kan 120, dus eigenlijk in principe kun je die cruise control aanpassen naar 99 of zo. Dat kan in principe een beetje realistischer uit. De auto zelf kan niet sneller dan 99. En de cruise control kan op 120. Dat vind ik een beetje jammer aan de mos, aan de auto. Maar voor de rest in principe perfecte auto. Perfect, ik hou echt van echt. En die schakel perfect op, omdat die zo moet lessen. Dat sturen ook perfect. My god! Liegende auto! Inderdaad! Liegende auto! Maar ik heb nog zoveel mods showcase te doen. Mods om echt zon naar jullie en om naar jullie niet moeten honderden mods installeren. Om de juiste mods te vinden. Dat jullie gewoon naar mijn video's kunnen kijken om te zien. Want is het wel een leuke mod? Ja of nee? Kan ik nog weer? Deze mod, ik zei het jullie. Het is een aanrader. Link zit in de beschrijving. Het is zeker een aanrader om ze te halen. Om ze te installeren. Zeker een aanrader, vind ik toch. De geluiden zijn perfect. Het is hoog aan de type wagen ook. Hij ziet er ook zo mooi uit en goed uit. Voor de picture liggen is ook daar qua lichten, qua functionerende lichten, zou ik het neergeven. In principe doen alle lichten het, maar behalve de picture lichten doen het niet. Er zitten zelfs geen richting aanwezigers of. Dus daar naar richting aanwezig toe kan ik het eigenlijk een puntje afgeven. En qua rijden geef ik aan een 8 vanwege die cruise control. Die heb ik op 100 punten staan. Maar hij kan in principe maar 99. En wat anders doet het echt perfect om te rijden. Hij rijdt comfortabel. En qua geluid geef ik aan 100. Ik heb het zien. Vuur, ik vind het echt wel goede geluid. Oh, die toeter. Ik hou van die toeter. Het geluid van de auto, het opstartgeluid, motorgeluiden. Echt perfect. Dit is echt een van de leukste en perfecte mods. Of de leukste mods dat ik tot nu toe heb geïnstalleerd. En ik hoop dat jullie aan deze mod showcase iets aan hebben gehad. Het kan natuurlijk tot de volgende
video of aflevering van. Waarschijnlijk is de volgende video die online komt, de RV-serie. De eerste video van de RV-serie. Dat weet ik het nog niet exact, maar het is gezien. Ja. Maandag ben ik live geweest, mocht je het willen zien, mocht je het niet gemist hebben, linkje in de beschrijving naar mijn Twitch-kanaal. Daar ben ik altijd live. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En tot de volgende keer. Doei doei!